Goedendag, dames en heren, beste kijkers, jongens en meisjes. In het navolgende filmpje gaan jullie zien hoe men begin 18e eeuw omging met zieken en misselijkmakende mensen. Misselijke mensen. Mensen die misselijk waren. Of koorts hadden, rode bulten, schimmels, zwammen of zweren. Hier zien jullie Otto en Saar 18e eeuws genieten van een Bourgondisch maal. Oh ja, en dit is Egbert. Otto en Saar zijn dol op vis en deze haringen smaken hen dan ook verschrikkelijk goed. Alhoewel, dit gaat niet helemaal zoals het hoort, geloof ik. Dokter is al gebeld. Oh nee, dat kon nog niet in die tijd. Nee, hij is opgehaald door de bode. Want als je rijk was, dan kwam de dokter bij je thuis. Niet dat er geen ziekenhuizen waren, oh nee, dat wel. Maar daar lagen hutje mutje op grote zalen al die arme stakkers bij elkaar met hun kwalen. Elkaar de hele tijd maar in het gezicht te hoesten. Wist je trouwens dat de hospitalen van binnen rood geschilderd waren en niet wit? Dan zag je de bloedspetters niet zitten. Echt waar. Maar goed, terug naar Otto en dokter Snormans. Die intussen drukdoende is met laten bloeden. Darmtjes leeg te laten lopen. Het is maar waar je zin in hebt. Pies te verzamelen. En onze Otto een middeltje geeft om hem nog maar eens te laten braken. Dan zouden alle lichaamssappen, slijm, bloed, zwarte en gele gal, weer in balans geraken. Tenminste, dat dacht men toen in die tijd, dat dan het lichaam vanzelf weer zou herstellen. Ja. Zoals jullie zien gaat het nog steeds niet veel beter met die arme Otto. Ook Egbert heeft met hem te doen. Saar bedenkt dat het misschien een beter plan is om de wereldberoemde arts erbij te halen, waar iedereen in de stad al maanden over praat. Hoe heette die ook alweer? Oh ja, Boerhaven. Zijn naam is Hermanus Boerhaven. Saar en Egbert gaan op pad om hem op te sporen, deze dokter Boerhaven. Die niet alleen een hele goede arts, maar ook rector magnificus was van de Universiteit van Leiden en les gaf in geneeskunde, scheikunde en plantkunde. Hij was zelfs directeur van de Hortus Botanicus. Ze stoppen bij het Cecilia-gasthuis en Saar bonkt hard op de deur. Daar staat de dokter bij het bed van de patiënt. In het Latijn vertelt hij zijn studenten over de kwalen van de patiënt en welke geneesmiddelen hiervoor het beste kunnen worden toegepast. Als de les voorbij is, durft Saar eindelijk met bibberende stem aan de beroemde arts te vragen of deze geleerde heer, als het hem blieft, naar die arme zieke Otto die maar niet beter wordt, wil komen kijken. Boerhaven kijkt bedenkelijk op kleine Saar neer. Eigenlijk wilde hij thuis aan het Rapenburg een omeletje gaan eten. Maar hij begrijpt het noodgeval en stemt ermee in haar broer te komen onderzoeken. Dokter Boerhaven staat peinzend bij Otto. Hij mompelt iets in het Latijn en zoekt wat op in zijn boek. Dan vraagt hij aan Otto, wat heb je het laatst gegeten? Haring, meneer, antwoordt Otto. Aha, clupeo harengus, roept Boerhaven in het Latijn. Hij wrijft bedenkelijk langs zijn kin. Maar heel lang hoeft hij niet meer na te denken. De maag is sterk van streek geraakt, roept hij opgeruimd. Deze jongeman heeft te gulzig die vette vis geconsumeerd. Maar niet getreurd, er bestaat een middel dat hij tegen helpt. 3 maal daags, 13 geneeskrachtige druppels, onttrokken aan diverse kruidenplanten, welke ik heel toevallig zelf kweek in mijn weelderige Hortus Botanicus. Laten we ons daar dus al ras naartoe begeven. In de tuin van de universiteit, oftewel de Hortus Botanicus, selecteert onze beroemde arts zorgvuldig enkele sterk geurende kruidenplanten en overhandigt deze aan de apotheker, die hij vraagt er zo snel mogelijk een medicijndrank van te brouwen. Bij het krieken van de volgende dag staat dokter Boerhaven weer naast het bed van de patiënt om te zien of het medicijn is aangeslagen. Nou, zegt de dokter, eens kijken of er iets gebeurt. Wow, gaat dit eigenlijk wel goed? Nee, maar het heeft gewerkt. Onze Otto is genezen. Dokter Boerhaven is een genie. Applaus voor dokter Herman Boerhaven.